denk toch wel dat Mercedes de Duitse Gründlichkeit zal behouden. En behouden sowieso natuurlijk, maar dat ze die toch wel dominantie zullen hebben. En de hoop is voor ons allemaal, voor ons chauvinisme, is natuurlijk dat de Honda hem goed voor elkaar krijgt. En dat zou natuurlijk zomaar eens kunnen. En stel nou voor dat die op het niveau van Mercedes komen, ja, nou, dan is het natuurlijk, dan hebben we de wereldkampioen. Dan kunnen we nu vast de bekers gaan laten klaar laten staan, want dan zal dat wel eens kunnen gebeuren. Ja. Dan, ik zeg Hamilton en Max, en die geef ik allebei 50%. Nee, ik denk dat ze gelijkwaardig zijn. Alleen Max is net eventjes, als die iets moet uitremmen of als er iets speciaals is, gaat hij het altijd beter oplossen. Ook dan Hamilton? Ja, beter dan is die. Ik denk dat ze even hard rijden. Als je de stopwatch erbij neemt, dan zal daar niet veel verschil in zitten. Maar wat natuurlijk wel gewoon is, ja, Max, je ziet het altijd. Net nog even uitremmen, net nog even dit. En ja, daar is hij beter in. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat aardig goed is. En dat, het is natuurlijk een samenwerking. Hè. Er werken natuurlijk enorm veel mensen aan motoren en enorm veel mensen in de fabriek bij Engeland. In Engeland met Red Bull natuurlijk. Daar staan ze ook altijd maar weer de nieuwe flapjes op de windtunnel te testen enzovoort. Dus alles bij elkaar moet natuurlijk een hele goede communicatie hebben. Dat is gewoon een bedrijf die dat samenspel moet volbrengen. Vettel zou in ieder geval eens een keer een jaar zonder foutjes moeten doen. Dat zou is aan de bak gaan, moet hij dat eens een keer zien te bewerkstelligen. Dat hij toch niet allemaal foutjes heeft en ja, net niet goed genoeg is. Ja, ook vorig jaar boven hem geëindigd in het WK. Leclerc staat nu voor zijn tweede seizoen bij Ferrari. Zie jij dat gat alleen maar groter worden of denk je dat Vettel nog de grinta heeft, de vechtlust om nog een keer terug te slaan? Ja, ik... Je moet wel oppassen, want je kan allemaal denken, het doet hem niks. Hè? Al die commentaren, ik bedoel, je kan geen blad overslaan of daar komt een commentaar uit. En dat kan natuurlijk ook een beetje tussen je oren vervelend gaan worden. En dat je niet in een neergaande spiraal terechtkomt. Maar goed, ik denk wel dat hij wel de kracht heeft. En aan de andere kant denkt hij ook, jongens, ik verdien lekker 50 miljoen, zoek het lekker allemaal uit. En dat kan ook meespelen natuurlijk. Ik heb mijn beste jaren gehad. En natuurlijk wil hij liever elke race op het eerste treetje staan. Dus, ja. Ik vind het zo fantastisch dat ze dit uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen. Het is ongelooflijk hoe mooi dat allemaal is. En hoeveel, ja, je ziet ook de kaarten zijn meteen uitverkocht. Het is natuurlijk zoiets aparts. Dat is met geen pen te beschrijven. Ik benijd ze niet wat ze allemaal in de winter hebben moeten doen. Hè, want dat is echt een klapwerk. Maar ze doen het wel. En er zullen best wel wat schoonheidsfoutjes zijn met de Grand Prix. Daar nog even een noodkabeltje leggen. En daar nog even zus en zo. Maar het is natuurlijk fantastisch dat we ineens een modern circuit krijgen.